We zijn bij de Hospice Schagen en daar wordt direct een enorme kerstboom van meer dan 6 meter ontstoken. Er zijn heel veel lichtjes in aangelegd en dat wordt een speciaal momentje. Van Zanten, een enorme kerstboom voor de hospice in Schagen, elk jaar. Maar die staat er niet zomaar. Nee, Kitty, dat klopt. Die staat er niet zomaar, nee. Dat gaat gepaard met wat uren. En mensen die je beschikbaar stellen natuurlijk. En dat is niet zomaar even klaar. Daar gaat een goede anderhalve week mee heen. Met het halen, de boom neerzetten, stellen. Afzagen moet precies in die pijp passen die we in de grond gemaakt hebben. En dan goed afstellen. En dan moeten de lampjes er nog in. Ja, want jullie hebben natuurlijk elk jaar bij de hospice een boom staan. Maar die moet ergens vandaan komen. Komt ergens vandaan. Nou, toen werd mij via een boom aangeboden door de familie Juffermans uit Callenzoog. Nou, ik zeg, dat is helemaal geweldig. Dus wij kijken of dat haalbaar was, of we er goed bij konden komen. Ja, nou, link gelegd, deal gesloten, klaar, boom hebben we. Mevrouw Juffermans, ja? Jullie hebben dus de kerstboom gedoneerd. Jullie waren hem zat? Hij werd heel groot in de voortuin. En buren zeiden wel eens af en toe van, ja, het neemt wel veel licht weg. Nou, en toen op een gegeven moment hoorden we van het hospice. Nou, oké, zo ging dat rollen. En de mannen kwamen kijken en meneer Koor kwam kijken. En nou, datum geprikt. En zo ging dat. En het is echt een wonder, want jullie wonen in Callenzoog en hij is kaarsrecht. Ja, maar het zijn sterke bomen, die Noordmannen, hoor. Die zijn echt een groeien goed. Ja, want we hebben hem in de kamer gehad een keer met kerstmis. En met een kluit. En toen in de tuin gezet. Ja. En weet je nog hoe lang geleden nee. dat is? En ik weet, zeg ik net al, ik weet ook niet meer toen die kleiner was. En weer groter werd. En nog groter werd. Ik weet eigenlijk alleen maar dat die zo groot is. Ja. Maar er gaan wel een paar jaar overheen. Ja, dat wel, ja. Nou, mijn man deed de lichtjes er dan in. Met een gewone ladder er tegenaan. Ik vond doodeng. Want ja. Ik kan niet steunen. Nee. Dus ik zeg, nou, scheid er maar mee uit. Want heel veel mensen zeiden, het staat zo mooi in de voortuin. En hoe is het nu zonder de boom? Ja, mooi. Is het niet vreemd? Nou, je kunt weer helemaal naar de overkant. En daar staan ook wel grote dennenbomen, maar die niet zo dichtbij. Maar je ziet veel lucht weer, ja. En ik hoef ook niet te slalommen om die boom heen, over het paadje. Dus het is wel ruim. En hoe is het om hem hier te zien staan? Ja, schitterend. Ja, het is echt een juweeltje zo. Met al die lichtjes. Geweldig. Mooi afscheid wordt het op die manier, hè? Ja, maar ja, al die poespas eromheen, dat had allemaal niet gehoeven, hoor. We hadden nog geen verlichting. Ja, toen kwam ik op het lumineuze idee van, joh, de mensen van de Rembrandtlaan en de Johan Vermeer kijken al 5 jaar tegen die mooie lichtjes aan. Misschien willen ze wel een steentje bijdragen. Brief opgesteld met Lonneke Deutekom. En voilà. Binnen een aantal dagen was het geld bijeengebracht. En hebben we de verlichting aangeschaft. Er hangt 190 meter in. En dat moet je dan een klein beetje regelmatig verdelen. Ja. Dat is dus best wel een dingetje. En toen hebben we de buurt uitgenodigd. Nou ja. Die zijn er nu allemaal bij. Nou, allemaal niet hoor, maar ik vind het wel veel dat er heel veel aanwezig zijn, ja. We maken gloewijn, daar gaan we wel lekker op warmen. We hebben lekker eens warm chocolademelk en een plak. Nou, het is toch geweldig.